U heeft allemaal gestemd, dus dit zijn uw keuzes. Het ligt wel heel dicht bij elkaar. Het gaat om 35, 36 en 44 punten. Met 35 is op de derde plaats geëindigd Aad van Ruiten. Dat betekent dat we er nog twee over hebben en dan is het denk ik goed als ik dan de winnaar bekend maak. De winnaar met 44 stemmen uit de zaal, Stichting Fijn. Ik was, toen was toch best wel verrast. Het is een verrassing en een mooie erkenning, denk ik. Jullie hebben dit jaar heel veel mooie evenementen gedaan. Welke vond jij het mooist? Nou, het mooiste evenement vind ik toch wel een mooi cirkelen doen met een fantastisch mooi afsluitend vuurwerk. Ja, dan heb ik zoiets van, dat is heel mooi. Die Stichting Fijn, die kan het natuurlijk niet alleen. Krijg jij voldoende medewerking van de gemeente en van de ondernemers? De Stichting Fijn die rust op drie financiële pijlers. Dat is 1, subsidie van de gemeente. 2, de bijdrage van de ondernemers. En 3, daarvoor zien we zelf in, door de verhuur van de Ibiza-markten. Daar halen we natuurlijk geld mee op. En dat gaat rechtstreeks weer terug naar de stichting waar we bijvoorbeeld een circulaire duur mee kunnen betalen. En daarmee bevestig je dat je voldoende medewerking krijgt van de partners? Wij krijgen tot nu nog steeds, tot dit jaar, krijgen wij nog voldoende medewerking. En zolang wij die medewerking krijgen, kunnen wij doorgaan. Als één van die pijlers wegvalt, als de pot leeg is, dan kunnen wij ook niks meer doen. Nou zijn het heel veel mooie evenementen. Ik ga er ook zelf regelmatig heen. Maar ze spelen zich vooral af aan Noordwijk aan Zee. Nu hebben we een aantal nieuwe kernen erbij. De Zilk, Noordwijk Kraut. Wat ga je daarmee doen? Nou, wat ik net al zei. De Stichting Fijn heeft als grootste doelstelling voor de verblijfstoerist om die een beleving mee te geven. Nou, die verblijfstoerist die houdt zich met name op de boulevard in Noordwijk. En die verblijfstoerist die loopt niet in de Zilk in het centrum. Dus ja, als de Stichting Fijn daar wat kan gaan doen, dan moeten we dat toch nog eens even gaan kijken of dat binnen onze doelstellingen valt, zeg maar. Eigenlijk zeg je met zoveel woorden, Noordwijk Marketing, je moet gewoon die toeristen die in die andere kernen zijn, attent maken op die mooie evenementen die jullie organiseren. Ja, dat zou kunnen. Alleen het decor wat we hier natuurlijk hebben aan de boulevard, dat vind je natuurlijk niet in Noordwijk Binnen, niet in de Zilk en niet in Noordwijk Hout. Die hebben allemaal hun eigen charmes en hun eigen mooie plekjes. Wethouder van het toeristisch product, Roberto ter Hark. We hebben vanavond de prijsuitreiking gekregen van de promotieprijs voor 2019. Was jij verrast met de winnaar? Fijn. Nou ja en nee. Verrast omdat er natuurlijk 40 genomineerden waren. Dus ontzettend veel mensen die door Noordwijkers zijn aangedragen. En nee omdat we natuurlijk weten dat Fijn ongelooflijk veel evenementen organiseert die Noordwijk op de kaart zet. Nu ben jij al een jaar in functie als wethouder, maar je loopt al heel wat jaren mee in onze mooie Noordwijk. Nu zijn er een aantal kernen bijgekomen. Wat gaat er veranderen komend jaar met het toeristisch product? Nou, ik zie de andere kernen zeker als winst. Ik denk dat de kernen aanvullend zijn op elkaar. En wat je ziet ook op deze avond is dat ondernemers uit de verschillende kernen elkaar ook weten te vinden. En samen gaan voor een nog mooier, beter Noordwijk. En samen staan we sterk. Nu horen we de nieuwe directeur van Noordwijk Marketing noemen dat volgend jaar held belangrijk gaat worden. Want daar is ook iets mee gebeurd. Dat klopt. Gezondheid is heel erg belangrijk. We hebben gelukkig de zee. Dat heeft een heilzame werking en ook hele gezonde lucht. En dat zorgt er hopelijk voor dat we in het eerste kwartaal van 2020 het predicaat Health Destination krijgen of kuuroord. En dat gaat Noordwijk natuurlijk nog meer op de kaart zetten.